halen. Leen van Popering. Lekkerbek, culinair connoisseur en uitbater van Brasserie de Rotterdammer. Met hem ga ik vandaag boodschappen doen. Voor en van eigen bodem. Goedemorgen. Goedemorgen, Leen. Goeie vangst gehad. Ja, het ging wel een redelijke vangst. Ja. We zijn zonder nacht weggegaan en we waren vanochtend om 4:30 weer binnen. Dus verster kan de vis eigenlijk. Ja, mooi. Echte pure Noordzeevis, hè? Echte Noordzeevis. Tarbe de Griet, Poon, Pieterman, Wijting. Ah, Pieterman, dus, mooi. Een hele variatie, ja. Maar hoofdzakelijk tongenschol. Leen zit met zijn brasserie midden in de Rotterdamse haven. En hoewel er natuurlijk niks mis is met een broodje bal of omelet, serveert hij de truckers liever wat anders. Ja, Pieterman, het heerlijk visje. Er zijn een beetje de vergeten vissoorten wellicht, hè? En er zwemt zoveel moois zandhaaitjes of doornhaaitjes, gietjes. Ook, ja, giet bedoel ik natuurlijk ook vis mee, hè, in de haven. Dus we gaan zo kijken. Ja, eerst nog even kijken naar het boeten van de visnetten. Een hels karwei nu de Stellendamse vissers geen pulsnetten meer mogen gebruiken. Het is allemaal slijtage van zand en stenen van de grondvuil. Dus elke mei, vrijdag wordt alles nagekeken en dan kunnen we zondernacht weer de hele week weg. Er lag weer een schip in de haven. Ze was van haar puls weer ontdaan. De overheid was wezen graven. Waar kwam al die onzin vandaan? Rokende pijpen, het was haast voorbij. De Hollandse vissers, ze waren zo blij. Ze deden hun voordeel per schip bij de pomp. Maar ja, daar in Brussel, oh wat zijn ze lom. Spontaan toegezongen worden in de haven. Een mooie bijvangst tijdens het boodschappen doen. Want daar kwamen we tenslotte voor. Rogvleugel zie ik. Pietermannen, mooi, leuk. Ja. Palingen, dat is school zie ik, hè? Heeft u ook ongepelde garnalen? Nee, niet. Niet? Nee. Potverdorie, daar kwam ik speciaal voor. Ja, dat is. Ja. Nou, dan kom ik gauw maar weer terug, dank je. Ja, meestal woensdag krijg ik het binnen. Oké. Ja, alleen nou, we hebben een probleem. Ja, maar ik doe wel de Pieterman, want dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Paars en een stukje. Nee, de Pieterman. Laat me die maar even doen. Het is bijna Sinterklaas, niet waar? Met een bak vol verse vis rijden we naar de volgende stop. De kaasboerderij in Stellendam. Voor de allerlekkerste yoghurt en de prijswinnende kazen. Nou, wil je nog een lekker stukje kaas proeven? De Fenegriek. Natuurlijk. Ook Fenegriek, heerlijk. Griek zou je kaas. Mm. Die smaakt wel, denk ik. Mm. Kijk eens. Nou, je andere hand ook nog even vooruit. De dag begint alweer mooi zo, hè? Daarom. Heerlijk, lekker. Een zachte smaak, ja. Heerlijk. Leen was ooit uitbater van onder meer drank- en spijslokaal van Popering. Het Gelag en firma Leenert en Zoon in de Witte de Witstraat. Van een trendy uitgaansstraat naar de stoere haven lijkt een groot stap. Toch blijft hij zoveel mogelijk zijn ideale trouw. En kookt hij het liefst biologisch, met producten uit eigen streek. Ik ben nu bezig met zandhaai. Maar buiten de zandhaai heb ik ook rogvleugel. En natuurlijk de Pieterman, waarvan ik blij ben dat ze in ieder geval het stekeltje eraf hebben gehaald. Want dat is, ja, dat is nogal. Dat kan heel gevaarlijk zijn. De zandhaai of doornhaai, daar gaan we de huid van aftrekken. En dat is een klus hoor, want dat doen we met een nijptang. En dan trekken we zo de huid ervan af. En dan krijg je, ik heb die net gedaan, dan krijg je dit. Daarvoor wordt het ook wel zeepaling genoemd. En de Pieterman waar ik het over had, ja, nou heb je gewoon de filetjes. En weet je wat ik altijd zeg met verse vis, dat doen wij hier ook. Eigenlijk heel eenvoudig, weinig meedoen. Beetje peper, een beetje zout, bak een olietje, klaar. Een beetje citroen, kruisje, klaar. Goeie vis, geen saus, gewoon lekker vers. En daarmee onderscheidt de Rotterdammer zich van een ander wegrestaurant. Want hoe vaak kan nou een trucker kiezen? Uit buikspek van het scharrelvarken. Huisgemaakte hamburgers. Een Hollandse garnalencocktail of een echt goede biefstuk. Ben je vaste gast? Oh, eigenlijk wel, ja. En waarom? Omdat het hier lekker is. Ja. Maar het is wel een bijzondere plek, toch? Het is niet een doorsnee truckerscafé. Ik ben ook geen trucker, ik ben een chauffeur. Oh, ja. Ik hou van lekker eten, dat zal het zijn. Ja. Maar Leen, waarom doe jij niet gewoon lekker zalm, een scholletje en
Haringkie. Waarom moet het zo bijzonder van jou? Ja, ik ben altijd wel een beetje eigenwijs mannetje geweest. Dus ik wil niet eigenwijs zijn, maar het zijn prachtige producten die je voor de kust zwemmen. En het is ook betaalbaar. Als je makreel nota bene is familie van de tonijn, dat kan je rauw eten. En een filetje kort bakken op een saladetje, top. Simpel, maar lecker. Beroemdste kok aller tijden, Escoffier, die zei, simpele c'est la fin. Maar lusten die vrachtwagenchauffeurs dit? Sommigen die rijden speciaal voor om. En we hebben niet alleen de truckers natuurlijk, maar we hebben ook van chauffeur tot directeur. We hebben gelukkig, die willen het proberen en doen. Je moet het even laten zien, je moet een verhaaltje over vertellen. En dan wordt het gewaardeerd. Je moet er wel even wat voor doen, dat wel. Wel een knallertje ook. Hier is trouwens voor chauffeur tot directeur. Dat is onze spek, onze buikspek. Is fantastisch. Ik heb net eentje uit de oven. Kijk, dit is het is scharrelvarken. En dit, dat is een eigen pekelbadje in de oven. En dat gaat bij je bestelling een hele mooie dikke plak op de barbecue. Jabedabedoe. En jullie denken nu dat deze havenverslaggever met een lege maag naar huis gaat? Sure. Voilà. Een uitsmijter, Rotterdammer.